Hallo mensen van The Dutch Gamerfinity. Ik ben Stef en vandaag zijn we met een mod survival. Ik weet tekens niet meer hoe de mod heet, sorry. Maar het staat vast wel bij jullie nou in de titel. Dus ja, die mod gaan we dus doen. En ik weet eigenlijk helemaal niks af van iemand. Dat is juist leuk, hè. Maar hetgeen dat ik wel weet is dat ik brons heb, staal en tin. Dat is tenminste het nieuwe hieraan. Oh ja, en koper. En daarmee kan ik, als het goed is, verschillende spullen bouwen. Laten we hier eens doorbladeren. Ik heb ook nog of items en damage indicator. Zodat jullie weten dat ik nog meer mods heb dan alleen deze. En dan hier eens moet die tussen staan. Volgende bladzijde volgens mij. Oh nee, hier. Hier, spaceship. Oftewel, we gaan raketten maken en dan kunnen we mee naar andere planeten toe. En daar gaat deze mod een beetje over. Dus je ziet, ik heb dit ook. Ik weet niet wat de fuck dit dan al betekent, maar. Zo, later blijft. Hier ben ik echt een dikzak. Klaar, dikzak, klaar, dikzak. Nou ja. Hier staan ook nog iets om over te koken. Damershooi. En ja, ik vond het niet leuk om helemaal weer al die survivorzooi opnieuw te doen, want. Ik dacht, ik heb een. Ja, ik heb helemaal geen serie op de Onbrons kanaal. En ja, ik had een mod survival. Daar was ik al over mee. En ik dacht van ja, dit is wel een leuke mod om op te nemen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon opnemen. Alleen nog geen hele nieuwe wereld starten, want ja, ik heb nog niet echt veel gedaan. Het enige dat ik weet is dan van die raketten. En dat als je tin en brons bij elkaar doet, dan krijg je koper. Waar je dan ook weer met koper komt. Maar ik had ook gezien dat je iets van een coal generator kon maken. Hier zat hij. Dat had ik. Eens kijken, wat is die? Coal generator, coal generator. Wat is het verschil hier tussen? What the fuck? Staal en brons. Oké, je kunt het dus op twee manieren maken. Maar ik ga denk voor deze manier, want brons is makkelijk te krijgen zoals je ziet. Wacht, nee. Waar is brons? Ik had ook meer brons. Maar nee, dus kopen. Oh ja, brons moest je maken met dit en dit. Niet met dit. Heel moeilijk. Ik ben heel slecht met craften. Ik raak altijd al met alles door elkaar. Maar we hebben ook nog een motor nodig. En een, we hebben dus staal. Trouwens, nee. Wacht, geen staal. Brons hebben we nodig. Oven hebben we nodig. En een motor hebben we nodig. Brons, daar kunnen we nu meer van maken. Een furnace, daar staan hier ook genoeg van. En een motor. En die motor wordt moeilijk, want daar hebben we vier staal voor nodig. Die hebben we ondertussen al. Eén ijzer, daar hebben we ook. Alleen, we hebben ook nog dit nodig. En dat is een copper wire. Dan moet je maken met 6 wol en 3 koper. Alleen met die wol heb ik nog een beetje moeite. Ja. Trouwens, ik heb 7 wol. Ik kan er nou wel gelijk een maken, denk ik. Dan doe ik even snel. Zo. Zo. En zo. Zo. Dan hebben we 6 copperwire. En hoeveel hadden we er nodig? Eens kijken. Sorry, ik ben heel slecht met not enough items. 4 hadden we er maar nodig, dus. Blijkbaar hebben we hier al genoeg voor. Dan kunnen we al bijna de motor maken. En nog staal, nog een ijzer. Nou, dan doen we hier een ijzer. Staal, ik heb geen idee hoe ik er aan komt. Ik heb ook geen idee hoe ik het moet vinden. Dus daar kan ik niet mee helpen, sorry. Ja, het zat gewoon in één keer in mijn inventory. Ik weet ook niet hoe ik eraan kom. Maar ja, dan hebben we hier onze motor. Dan kunnen we als goed is nog meer dingen mee. Alleen ik ga die coal generator mee werken. Want als het goed is, betekent dat ik dan automatisch kool krijg. Tenminste, dat denk ik. Ik weet niet zeker, maar. Sorry als ik nou verkeerd doe, oké. Okay? Maar als het goed is, kon ik. Eens kijken, hoe werkt het ook weer? Oh ja, hier. Was brons dus. Dus koper. In midden tin en langs weer koper. En dan krijg je brons dus. Maar kijk eens heel veel van. En dan is mijn koper alweer op. Maar dan moet ik het eens nog in een oven douwen. Hier ligt nog tin in. En hier staat nog volop branden en dat is ijzer.
Moeten we lekker wachten tot het klaar is. Eens kijken, wat kunnen we ondertussen nog doen? Ik denk nog een paar pijlen maken van mijn boog. Het heeft niet echt veel met de mot te maken, maar ik heb het wel nodig. Ik heb dus. Wat? The fuck deed ik? Nou ja, boeit niet veel. Zo, wat aantal pijlen bij. Ik heb nou 29. Kunnen misschien. Ik weet niet, creepjes mee gesnipen of zo. Geen idee. En dumpen ondertussen nog wat zooi hierin. Altijd leuk. Eens kijken hoor. Houten we ook wel, want daar heb ik niet zoveel. Goud kan erin. Cobblestone kan er altijd in. Waterbucket heb ik geen zak aan. Ja, dat was het wel. Ongeveer wel. Tussen is onze brons al een stuk verder. En dan maken we ook nog extra trouwens een oven. Of twee. Nee, ik doe gewoon één. Doen we zo. Furnace. En hier, als het goed is, als je nou op de vraagtekentje klikt. Hier, dan komt hier te staan. Dat is heel handig bij de Not Enough Items. En dan doe je zo. Staat er al een beetje ervoor hoe je het moet maken, dus dan moet je het niet uit je hoofd doen. Zo, en dan hebben we een core generator. En wat doet de core generator? Dus ik denk kool maken uit jezelf. Wat? Wat als ik nou hier kool nou? Hij wordt warm. Oké, waar heb ik eraan? Eens kijken als hij op 100% is, wat doet hij dan? Not generating. Ok. Daar heb ik aan dat ding. Ik vind ook mijn kool hier gewoon een beetje. Oké. Hey, hij doet nou wel iets. Lijkt net of nou een of andere download zit te staan, want ik snap hier dus geen zak van. Oh wacht, hier staat de wijzer op. Verplaatst hij zichzelf nou de hele tijd? Nou, volgens mij niet. Veel. Nou ja, we laten dat ding maar voor wat het is. Dan kijken we wel wat er op een gegeven moment mee gebeurt. Als je ontploft, ja dan fuck it. Dan doe ik gewoon een rage quit, is deze serie gelijk afgelopen. Nee, gaatje. Ik ga dan wel gewoon meer verder alleen. Ik wil echt weten wat het doet. Kilowatt. What? Volgens mij moet het om 20 worden. Nou ja. Ja. Kijk hoor. Het begint al avond te worden. Dat is altijd lekker in survival. Altijd weer die dikke zombies. Ik vind altijd iedereen heel leuk, mijn neus. Eens kijken, wat gaan we dan doen? We hebben nog zat te doen. Eens kijken wat we nog meer kunnen maken. Trouwens, oh. Hoeveel brons hadden we nou nog? 3. Oké, eens kijken. Laten we maar beginnen met iets van armor te maken. Wat is dit dan? Glassplane. Kan ik nou mijn kop doen of zo? Hoe maak ik een designet? Ik hoor dat weten. Oké. Geen idee hoe dus wat je hiermee kunt, maar oké.